Wapenstilstand Oekraïense stijl. Het staakt het vuren hield de nacht stand. Toen ging het mis. Het resultaat opnieuw vele tientallen doden en gewonden. Менты стреляют с Калашникова, сквозные ранения в ребят. Знаете сколько? Это очень много. Реально, они знают, что им терять нечего. Их не жизни поставлены на кон, так же как и наши. Ambulances rijden af en aan. Er zijn doden gevallen, gewonden. En dat op een dag dat er eigenlijk sprake zou moeten zijn van een wapenstilstand. Een dag dat Europese ministers hier zouden komen onderhandelen over een vreedzame oplossing. Maar met wat er nu vanochtend gebeurd is, lijkt een oplossing verder weg dan ooit. Veel demonstranten vertrouwen de ziekenhuizen niet of ze zijn bang er gearresteerd te worden. Waar moet je dan heen? De Oekraïens-Orthodoxe Kerk biedt uitkomst. Здесь и ранения, и огни, то есть травматического характера, и ранения непосредственно осколочные, непосредственно ранения ожоговые. Происходит контузия людей, поэтому характер всевозможный. И киевляне нам помогают очень сильно. Maar een klooster is niet ingericht op zulke aantallen gewonden. Aan veel is gebrek. Нужны перевязочные пакеты на передовую. Вот так они выглядят. Снимайте. Раз, два. Гемостатик или губка. Hemelsbreed, misschien een kilometer verderop, hangt een andere sfeer. De politie beheerst het gebied rond het parlementsgebouw. Ook hier woede en frustratie. Niemand wil het op camera zeggen, maar deze politiemensen nemen het de wereld kwalijk dat zij steeds de schuld krijgen van het geweld, terwijl de provocaties steeds van de oppositie komen, zeggen ze. Het parlement staat er eenzaam bij. Zolang het geweld voortduurt, zit de democratie in Oekraïne op slot.